eerste kaart bij Westval. Ek het my stok, regterkantse stok nader gebring tot op so 35 meter. Onderste hoek een Almond X deegie, baie fijn opgesit en dis die hoek wat hy gevat het. Die boonste hoek een RPI deegie, 50-50 voer wat ek mee gehengel het. En dan pull en moonstone op die bol. Dis die awesome beating waarmee ek nou die baie mooi karpie gevang het hier by Westval. Ek het gemaak Almond X Instant deegie, wat ek wit florisien poeier by gesit het om een mooi wit te maak. Wat ek doen is baie fijn opgesit, baie klein op die hoekie, maak die steelkie toe, voorste punt van die hoekie steek nog uit. Dit is dan die hoek wat hy specifiek gevat het. Die boonste hoekie het ek vir my die RBI Instant deeg van Magic Bites aangemaak en ook super fijn aas aanbieding klein op die hoekie gesit. Ek het die hoeken laat los hang, ek het hulle nie in die bol gesteek nie. Aan die een kant het ek een streep Pol Liquid Jam gesit, sommer so gesmeer een kant van die bol, aan die kant van die bol het ek vir my streep gesit van die Moonstone, ook die Liquid Jam, en dis die awesome bieding. Karpie hier die boonste hoek gevat met een citrine floutie met een RPI deegie. Ek het 50-50 voer gebruik met red jasper, citrine en red korrel op die bol. Ek gaan nou vir julle een makkelike manier wys hoe om leaderlijn by die water soms so vinnig aan te sit. Wat ek doen is ek vat die leaderlijn, dan druk ek om in my sak. So doen en dan het ek al twee hande beskikbaar. Wat ek doen is die leaderlijn maak ek net een gewone knoop in, dan vat ek my hooflijn, dan sit ek om door die knoop in die leaderlijn, dan trek ek om vast op die hooflijn, dan trek ek die hooflijn voorbij, bring die hooflijn terug in een loop en dan draai ek die hooflijn om die leaderlijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan vat ek die hooflijn door die loopie, maak een bykie nat en trek om as een knoopie wat dan vorm op die leaderlijn. Maak dan die leaderlijn gedeelte ook nat en trek die twee knoope na mekaar en dan het ek een leaderlijn knoop. Ons vat dan een skerkie en snij die knoopie so kort moontlik af. Dan, wat het vir my baie makkelijk maak is, ek trol net een bykie van die lijn, dat een bykie stuiver word, en dan vat ek die leaderlijn tussen twee vingers, en dan katrol ek, en terwijl ek die leaderlijn vast is, sien hy draai gemakkelijk, en ek volg die leaderlijn tot hy een draai op my katrolvorm, en dan trek ek hom terug na die achterkant van my stok toe, daar kan ek dan afbind en my sowel aansit. Een van die suksesvolle kombinaties hier by Westval, die onderste hoek, het ek een red jasper floutie met een wit deegie, en op die boonste hoek het ek een citrine floating jam met een RPI instant deegie. Op die bol het ek gesit een streepie van die citrine liquid jam,
En dan een streepje Red Jasper. Ook op die Liquid James. En dan die derde een streepje van die Red Coral Liquid James. Is geland op die boonste hoek, weer met die Citrine Floating Gem met RPA Instant DG achter en dan tek Citrine, Red Jasper en Red Coral Liquid Gems op die bol gehad. We'll be right back.